Woensdag. En dan is hier er onze man Pieter Derks over een foto. Over een foto, ja. Het is misschien niet heel handig op de radio, maar het was wel een van de dingen die me het meeste aangrepen deze week. Alexander Gerst, dat is een Duitse astronaut. En die zit op dit moment in het ISS. En hij twittert foto's, hè, want dat is wat astronauten tegenwoordig doen. Sinds André Kuipers zitten ze niet alleen in de ruimte, maar ook in de cloud. En Alexander Gerst vloog vorige week over Israël toen hij iets opvallends zag. Zoals hij het zelf op zijn blog omschrijft. Strepen van licht gingen heen en weer over een donkere aarde. Zo nu en dan verlicht door een oranje vuurbal. Pas toen ik een paar foto's had genomen, realiseerde ik me wat ik zojuist had gezien en waar we overheen vlogen. Op de foto zelf zijn de ontploffingen niet eens te zien, maar dat is dus wat je te zien krijgt als je van 400 kilometer afstand naar de aarde kijkt. Raketten die over en weer vliegen. Nogal een deprimerende gedachte. En ik hoop eigenlijk sinds ik dat plaatje zag vooral heel erg dat er geen buitenaards leven bestaat. Want stel je nou toch eens voor dat er een Marsmannetje bij dat ISS aan zou komen vliegen en dan Alexander Gerst zou vragen waar kijken we naar? En dat Alexander Gerst dan moet zeggen naar twee partijen die vechten om een stukje land dat voor allebei zo heilig is dat ze hun uiterste best doen om het finaal aan flarden te schieten. Dan sta je als mensheid toch mooi voor lul. Probeer het maar eens uit te leggen. Dat wij mensen zo dol zijn op wapens dat als we besluiten om een land geen wapens meer te verkopen, dat we dat een sanctie noemen. Blijkbaar is dat dus de allerergste straf die we voor elkaar kunnen verzinnen. Dat je geen wapens meer hebt. Ik hoorde gisteren die sancties tegen Rusland aangekondigd worden en ik werd er eigenlijk best wel vrolijk van. Today, in building on the measures we announced 2 weeks ago, the United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy. Energy, arms and finance. Ik wist niet dat je finance zo moest uitspreken, maar dat terzijde. Energy, arms en finance. En ik las al meteen commentaar over een nieuwe koude oorlog. Terwijl ik alleen maar dacht, als een koude oorlog betekent dat olieboringen, wapenhandel en banken aan banden worden gelegd, dan zeg ik, leve de koude oorlog, doe mij nog een paar van die sancties. In één dag het milieu, de mensheid en de financiële sector in dienst bewezen. Dit kon wel eens een hele mooie periode gaan worden, want in Rusland zitten ze ook niet stil. En ze denken natuurlijk alweer na over treffende tegensancties. De westerse landen die sancties opleggen tegen Rusland heten vanaf vandaag agressorlanden. En het Russisch parlement wil bedrijven uit die agressorlanden de toegang tot de Russische markt ontzeggen. Te beginnen met adviesbureaus. Дальше правительство определяет список уже на основе этого списка компаний, которым запрещен рынок аналогично вот как санкции у американцев. Ja, adviesbureaus. Ik had er voor de paar Russische luisteraars ook eventjes de originele tekst bijgelaten. Adviesbureaus, briljant. Rusland doet binnenkort geen zaken meer met bijvoorbeeld KPMG. Je weet wel, dat is dat adviesbureau dat bedrijven adviseert over pak en beet efficiënt zaken doen of groen ondernemen. En zelf een gloednieuw pand langs de A9 liet bouwen, ongeveer 100 meter naast hun oude pand, dat sindsdien leeg staat weg te rotten. Over efficiënte bedrijfsvoering en groen ondernemen gesproken. Ik zeg nogmaals, leven de Koude Oorlog, doe er nog een schepje bovenop. Als ik Poetin nog een sanctie mag adviseren, voedingsmiddelen. En dan vooral kant-en-klare pakjes voor bijvoorbeeld overschotel met gehakt aardappelen en spessiebonen, waarop staat zelf toevoegen gehakt aardappelen en spessiebonen. Om gek van te worden. En ik kan nog wel wat dingen verzinnen die we met een goede boycott de wereld uit kunnen helpen. Dat is, nou ja, dan als we toch tot de treurige conclusie moeten komen wat Alexander Gerst deze week aan een Marsmannetje zou moeten uitleggen als hij naar de aarde kijkt over de mensheid, dat we verstandige maatregelen blijkbaar pas durven te nemen als het bijna oorlog is, dat die kleine lichtflitsen boven Oekraïne blijkbaar nodig zijn om te zorgen dat er niet nog meer wapens worden verkocht, dat die vuurballen boven de Gazastrook de beste manier zijn om de rest van de wereld zich eindelijk eens over dit probleem te laten buigen. Geen makkelijk praatje voor Alexander. En als dan toevallig op dat moment ook nog ISIS in Irak een raffinaderij opblaast, is de kans heel groot dat Marsmannetje hoofdschuddend om zal draaien en terug naar huis vliegt. En als ze dan vragen, en is er leven op aarde, zal hij even voor zich uitstaren en uiteindelijk bliepen, nee, niet lang meer. Schitterend, Pieter. Dank je wel. Volgende week weer iets gezelligs. Ik zie Jeroen Akkermans van RTL wat bedroefd kijken, maar... Nee, ik vind het heel mooi. Dank je wel, Pieter. Tot volgende week. Ja. Jamie Lydell.